En de tweede bal voor Cercle. Hij houdt zich een beetje in, onder druk van Doumbia. Inderdaad, dat wordt schrik. Maréchal. En dan de goal. Het is Thibaut Somers, de aanvoerder. De gelijkmaker voor Cercle Brugge. En toch ook weer op een spelervatting. Ook weer op een corner. Als het voetbal het niet lukt, heb je gelukkig in het voetbal nog standaard situaties. Even kijken, komt ingelopen. Wordt uiteindelijk losgelaten door Balikwisha. Die meeloopt, hier er nog bij is en hem dan loslaat. En dan is het jouw staan en gewoon binnenknikken. Ja, vanuit stand, een beetje bukken nog wel, want die bal komt laag. Door een klein gaatje, het moet niet hard zijn. En zoals je zegt, Potara ziet de bal eigenlijk heel laat komen.